Het is niet mals wat een crimineel met AI allemaal kan doen. Cybersecurity is een stuk belangrijker geworden omdat we steeds meer internet gebruiken. We hebben nu ook te maken met AI. AI wordt tegenwoordig gebruikt door criminelen voor het maken van deepfakes. Dus jij denkt dat je met iemand aan het spreken bent of contact hebt, maar dat blijkt helemaal niet waar te zijn. Aan de andere kant kunnen ze ook met AI hele mooie phishing mails maken. Wij als politie kunnen het niet alleen. Studenten die bij ons stage lopen, die helpen eigenlijk Nederland veiliger te maken. Die helpen de politie te onderzoeken waar wij data kunnen vinden in een bepaald apparaat die weer zou kunnen leiden naar een verdachte. Wij kunnen ontzettend veel gebruik maken van de HVA door de stagiaires en door de onderzoeken die zij voor ons doen.